beste YouTubers en YouTubers. Zoals jullie kunnen zien, ben ik weer terug op mijn kanaal. Dat zei ik eerder ook al, dus laten we dit deel skippen. Ja, ik ben weer terug. En zoals je kan zien, heb ik kijk even naar mezelf, lampen op mij gericht. En dan zal je denken, waarom heb je lampen aan? Ik zal even vertellen hoe laat het is. Het is momenteel dinsdag, 11:50. En ik kan je vertellen, het is buiten pik donker. En dat bedoel ik ook echt pikdonker. Het lijkt gewoon net alsof het nacht is. Ja, mijn Sam hier. Je lult me wat. Het is echt enorm brak krek weer. En dan wil ik het met jullie natuurlijk even over het feit hebben dat het daarnaast nog wel gewoon zomer is. Ik weet nog wel dat toen de zomer begon dat ik allerlei zomerse plannen had. Ik wilde gaan zwemmen, ik wilde weggaan, naar buiten gaan, veel voetballen met vrienden. En met name buiten zijn, genieten van de zon en het lekker aangename weer. In tegenstelling van dat ik aan het genieten ben van het aangename weer, heb ik momenteel te maken met benauwd weer. Ik bedoel, serieus, als je dit momenteel zou zien, dan zou je denken dat er momenteel 2012 is, dat er een dikke apocalypse aanwezig is. Het is net een of andere filmscène, dat zometeen zo allerlei brokken en auto's hier door eruit zouden vliegen en zo. Maar dat kan natuurlijk niet, dus wees maar niet bang hoor. Ik hoor momenteel allerlei. Het waait, het dondert, het regent, ik weet niet of jullie het ook horen. En dan hebben we toch zomer. Wat ik graag van jullie zou willen weten is, hoe ervaar jij deze zomer? Die je nou niet echt bepaald een zomer kan noemen. Kijk, ik hou niet van hele extreme voorbeelden geven, maar je kan het bijvoorbeeld zo bekijken. Momenteel is deze zomer net zo kut als het leven van een kindsoldaat in Ethiopië. Oké, dat was een grapje. Daar heb ik natuurlijk nooit gezeten. Dat is wel enorm lomp om te zeggen, want het leven van een kind, oké, dat laten we terzijde. Dit heb ik nooit gezegd. Maar het gaat er even om dat het gewoon een zomer is die nergens op slaat. Het waait, het dondert. We hebben de ramp op Pukkelpop bijvoorbeeld gehad. Graag wil ik dus van jou horen wat jij eigenlijk deze zomer had willen doen, maar wat je dus niet kan doen, omdat het weer zo enorm fijn meewerkt. Dat dit een slechte zomer is, dat kan niemand ontkennen. Laat hieronder een reactie achter. Doe een duimpje omhoog als jij ook vindt dat deze zomer zo crack is als maar kan. Abonneer hierboven door even op de abonneerknop te drukken. Dan maak je mij blij en jezelf misschien ook wel. En zoals ik altijd zeg, lachen ben je mooier. Dat is echt waar. Want anders ga je fronsen en dan krijg je rimpels van. En zoals ik altijd zeg, logo. Wat een rot weer.